Hey, mijn naam is Jeff de Killer. Like nu deze video, anders lig ik onder je bed vannacht. Like challenge. Ik geloof dat je deze video sneller kan liken in de 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat Jeff de Killer achter jou aankomt. En vandaag even een keer geen drama, want we gaan vandaag iets leuks doen. We gaan namelijk naar het Travis Scott concert. Dat gaat dus heel leuk worden. Travis Scott, ja, die traint dus namelijk samen op het Drake. En ja, hoe eerlijk, hoe leuk is dat? En ik ben dus heel benieuwd hoe leuk dat eigenlijk kan zijn. Dus ja, Travis Scott, jongen. Bro. Dat wordt nog wat. Dus mensen, we gaan er lekker op af en we gaan even eindelijk een keer genieten. Eerlijk, daar heb ik wel een keer recht op, toch? Ik hoef toch niet altijd saaie dingen te doen, of wel? Alright, het concert moet niet heel ver zijn. En ik weet niet of de muziek al hoort, maar in ieder geval, we gaan er dus lekker op af. En volgens mij begint die muziek al langzamerhand te horen. En dat is een goed teken. Wat dat betekent dat we Travis Scott concert moeten doen. Dus weet je wat? Wij gaan dat lekker doen. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat uiteindelijk aan toe gaat. Dus ja, Travis Scott, bro. Heb je de video geliked? En sorry voor dat je geabonneerd bent. Dank jullie wel voor de 1000 abonnees. We hebben zelfs ondertussen al 1100 abonnees. En dat komt ook dankzij Dally. Dally is gewoon zo hard aan het gaan dat het kanaal er ook een beetje in meegaat. Dus ja, dat is heel fijn. Dus we gaan de auto hier neerzetten. En ja, oké. Dus we gaan lekker naar het Travis Scott concert. En oké. Ik heb geen controle. Oké, laten we lekker viben, man. Oh my god, damn it. This is sick. Sorry. Sorry bro, zo bedoel ik het niet. Maar hé, dit wordt leuk. Die muziek is wel echt een zieke vibe, man. Even serieus. Dit wordt nog wat. Dus laten we ook even mee gaan dansen. Joepie, joepie, yay. Oké, dit is echt een gaaf event, man. Wat? Oh my god, dat meen je niet. Huh? Wie is er neergeschoten dan? Dit snap ik nou niet. Hè? Wat gebeurt hier? Oh my god. Nou, in ieder geval, dat is toch geen toeval, hè? Wacht, voor mij staat daar iemand, of niet? Ik heb echt geen idee. Oké, dit is wel een beetje eng aan het worden. Wat? Wat? Wie doet dit? Huh? Oh my god, dat meen je niet. What in the F is this? Oh nee. Meen je dit nou? Ik weet wie het doet. Jeff the Killer. Oh my god. Wat is hij aan het doen, bro? Oh my god, dat meen je niet. Het erge vind ik ook gewoon dat niemand... Wat? Wie? Wie is nou weer neergeschoten? Hè? Huh? Wat? Oh my god, dat meen je niet. No. Oh my god. Ja, iedereen gaat hier neer ook gewoon. Wat? Nee. Oh my god. En waarom is iedereen aan het dansen? Wait a sec. Jeff, heb jij dit gedaan of niet? Hè? Huh? Oh my god. En waar is Jeff nou weer gebleven? Ik heb echt geen idee. Nou, in ieder geval, dat is niet echt de bedoeling. Maar damn it, bro. Dit is echt niet goed. Wat nou weer? Hey. Oh my god. Ik kan niet door. Oh my god. Nee. Dit meen je niet. What in the hell? Hey, blijf staan jij. Blijf staan, vriend. Hey, Jeff. Blijf nou staan. Oh nee. Dit meen je niet. Hoe ga ik nou weer thuis komen zonder mijn auto? Wacht, ik ga die auto van Travis Scott gaan pakken. Maak me geen reet uit. Ik weet niet waar je naartoe gaat, maar we gaan in ieder geval gewoon lekker naar huis toe. Want dat is niet goed. Oké, guys, we hebben in ieder geval de volgende auto te pakken. En deze is dan, ja, laat zeggen van de Royals hier zo. Dus ja, we kunnen even niet anders. We gaan gewoon lekker op af. Ik weet niet wat Jeff is alleen. Waar is Jeff gebleven? Ik durf het ook gewoon echt niet te zeggen. Ik denk dat ik er kwijt ben. Oh nee, dat meen je gewoon niet. Een auw. Ja, nou ben ik hem helemaal kwijt. Oh, ik kan nog een hoop om Jeff te zoeken, man. Maar ik denk dat het een goed idee is om lekker te gaan slapen, want het is natuurlijk niet best. Even serieus. But I know one thing, we zijn bijna thuis. En ja, eerlijk, we hebben ook niet veel meer te zoeken, man. Travis Scott, bro. Wie is er nou weer doodschot? Jeff de Killer, hè? We gaan hem opzoeken, want dit is echt niet goed. Dit is gewoon letterlijk een moord op een artiest. That's not okay. En zulke dingen zijn helaas ook gewoon realiteit. Laten we hopen dat dit geen realiteit is. Even serieus. Alrighty, en go. Ouch. Nee, oké, dus hier moet het zijn. Oké, we gaan, weet je wat, we gaan gewoon lekker slapen, man. Oh my god. En morgen zoeken we mijn auto op, ja? Misschien een beter idee. Mensen, ik ga lekker pitten. Good night. Oh, goedemorgen, mensen. Oh my god, ik heb lekker geslapen. En wat is er aan de hand? Oh nee, dat meen ik niet. Heb ik een brandblusser? Ik hoop dat ik iets heb. Oh my god. Please. Ik hoop dat ik een brandblusser heb, man. Oh my god. Hoe ga ik gedoofd krijgen? Oh nee. Oh snap. Oké, dat beter niet kunnen doen. Ik dacht dat het misschien een blusser was. Oh nee, ik had gewoon de vlammenwerper gepakt. Is het echt een vlammenwerper? Oh nee, dat meen je niet. Oké, het beter niet meer doen. Oké, weg. Heel gauw wegwezen hier. Damn it. Oké, dit autootje hebben we nog. Oké, ik weet niet, is het een grap? Nou, in ieder geval moeten we hier wegwezen. Oké, misschien kan deze wel rijden, weet je wel. Oké, moet ze deze auto geen eten geven of zo? Ik bedoel, het is een eend en een eend moet eten. Dus ja, we gaan het zien. Oh mijn god. Oké, in ieder geval laten we hier wegwezen. Oh mijn god, dat meen je niet. Ja, ik weet het zijn botsautootjes. Maar we hebben het ermee te doen ook. Wat een verschrikking. De auto is dus opgeblazen. Ik denk dat Jeff de Killer hier achter zit. Jeff de Killer speelt echt een spelletje met mij, man. Eerlijk is eerlijk. Een vies spelletje gewoon. Gaan we echt zo langzaam? Ik weet het, we rijden een eend. Ja, wat wil je anders? Met een eend. Oké, en daar ergens moet het achter zijn. Dus niet hier zo. Dit is van een casino. En ja, laten we lekker deze als botsauto gebruiken. Dat is misschien wel een beter idee. Nou, driving. Ja. Auw. Oké, beter toch maar niet. Want ik vlieg eruit. Ja, slecht idee om een botsauto te gebruiken. Voor merk is het een Fiat of zo? I don't know. Fiat zijn ook eigenlijk een beetje van die botsautootjes. Oké, guys. We gaan hier naartoe. En hier moet het dus zijn. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Oh. Oké, ik heb alleen maar vijanden gemaakt. Broer. Oké, we gaan ze allemaal pakken, vriend. Weet je? Geen genade. Hè? Huh? Zo, hoppakee. Hoppakee. Zo, niet doen, hè? Jongen, zeg. Hè? Wat dachten jullie van niet? Kom aan, hè? Oeps, ik zet mijn auto in de fik. Oké, wegwezen hier. Oprotten. Oké, wat denk je, hè? Zo. Hoppa. Ik hoop dat we ze allemaal hebben. Damn it, wat een agressieve lui hier. Oké, laten we proberen sleutels te stelen. Laten we dat doen. Oké, mensen, go. En oh my god, dat meen je niet. Oef. Amai.
Stoppen jullie. Damn it, bro. Oh my god, we worden gelijk aangevallen hier. Oké, wat? Huh? Hallo? Oké, de boss denkt dat mij aan te kunnen, hè? Oké, laten we heel gauw de sleutels pakken, ja? En misschien even proberen deze kluis open te blazen, als we dat kunnen. Oké, heel gauw doen. Open blazen, die zooi. Oké, 3, 2. Wacht, even wat verder weg staan. Veilig afstand. Veilig afstand, wat is die veilig? Alright. Oké, hopelijk een... Nee, de kluis gaat niet open. Wat vervelend dit. Damn it. Oké, heel gauw wegwezen hier. Godverdamme, wat rotcafé is dit, zeg. My freaking godness. Oké, weg. Oké, gelukkig is er niks met mijn auto gebeurd. Die is ongedeerd. Oké, sleutel erin en wegwezen. En dat eentje, die is aangebrand. Dat betekent dat we vanavond gebakken eend hebben. Maar ondertussen gaan we gewoon lekker door naar de volgende plek. Want hier hebben we eigenlijk niks meer te zoeken. En hopelijk komt alles goed, man. Oh my... Auw. Oké. Ik ben geen bomenknuffelaar, oké? Blijf me wel. Wegwezen hier. Oké, guys, ik weet niet waarom ik hier ineens ben, maar dat is niet helemaal de bedoeling volgens mij. Maar het is in ieder geval niet in het treinstation. Lijkt me niet in ieder geval. Maar als we er nu toch in zitten, let's wait for it. Look, this is where we are, oké? Hier moeten we zijn. Dus hier gaan we naar binnen toe. En hopelijk komt alles goed. Even serieus. Maar goed, waarom moeten we hier naar binnen? Ik ben benieuwd. Wat is hier? Let's check it out, man. Oké. Go. Go upstairs, bro. Want hier moet het dus zijn. Zou Jeff the Killer hier verstopt zijn? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hier is de receptie. Ja, waar? Oh, daar, maar er is niemand bij de receptie. Schiet ook niet echt op. En dan hier zo. Oké, hier liggen allemaal dozen. Dozen en nog eens dozen. En die dozen niks aan de hand. Die blijven gewoon heel. Oké, go. En oké, dus hier nog een kamer. En nog een fire door. En wow, het is mistig hier. Nee joh. Oké, en wat is dit? Allemaal hout. Nou, dan moet het niet gaan branden. Want als er hier een brand... Ja, we kunnen wel doen, toch? Zullen we het even aan in de fik zetten? Hoppa. Zo. Alles in de fik. Ook lekker. Nou, het fik wel lekker. Dus we laten iemand lekker uit de buurt blijven. Fikje is gezet hoor. Misschien is er wel drugsgeld tussen. Dan hebben we tenminste iets aan verbranden. En wat? Zoveel? Dat was niet de bedoeling dat... Wat? Het komt helemaal beneden hier zo. Oh my god. Er is gewoon vuur. Ja, we roken is vuur hè, zeggen ze altijd. Either way. En Jeff, wat doe jij hier ook? Jeff, blijf staan. Jeff, blijf staan jij vriend. Nee. Dat meen je niet. Jeff, oh, auw. Snap, dit moet niet gebeuren. Wat gaat hij doen? Jeff, oh nee. Wat gaat hij doen? Oei, huh? Ik hoor wat. Hallo? Uh-oh. Yo, wat is dit? Wajoe. Wat doet hij daar? Oh my god. Waar komt hij ineens vandaan? Oh my god. Geen idee, maar hij komt ineens op me afgerend. Oké, en wat? Lemmar? Are you kidding me? Lemmar is neergeschoten. Oh nee. Oh my god, waar is Jeff? Oké, we gaan heel snel achter hem aan moeten. Let the S. Ik heb dat iedereen dat Jeff gevlucht is, man. Hij vlucht altijd weg ineens. Sneaky. And good all good. Laten we gewoon lekker wegrijden, want we hebben niks meer te zoeken. And let's eat some McDonald's, want we hebben best wel honger eigenlijk, man. Eerlijk is eerlijk. We have some hungry. Time for McDonald's. Ronald McDonald's. Is het McDonald's? Yeah, bro. Oké, go. Oh, oh jee. Oh no. Oh no. Go. We gaan voor de Mackie. Mackie gang. Oh my god. Yes. Woe. Auw. Oké. Dat was een slecht idee. Oké, dus McDonald's is daar zo. En dan gaan we gewoon even lekker Happy Meal doen. Of nee. McDrive. Sorry. Auw. Oké, dat beter die kunnen doen. Oké, dus moeten we hierin. En dan gaan we hier om McDonald's moeten halen, man. Yes. Oké, press E. Laten we doen. Press E, bro. Big Mac. We hebben er zin in. Oké, mijn lunch komt eraan. En alright. Alright, we gaan even eten. Enjoy your meal. Laten we even doen. Zo, wat doen we nu? Zijn we aan het eten? Oh ja, thanks. Nou, in ieder geval, we hebben gegeten. We gaan lekker weg. We hebben alles opgegeten. Doei. En we gaan wegrijden. Goed idee. En we gaan door naar de begrafenis. Want Travis Scott en Drake liggen daar. En vanavond is de begrafenis alweer. Dus ja. Alright, guys. We zijn dus bijna aangekomen op de volgende plek. En dit is voor Justin Bieber, denk ik. Yes, I guess. Justin Bieber. Justin. Oké, ik weet het niet. Maar die zou je ook moeten zijn, als het goed is. Die zie je ook bij vanavond bij de begrafenis. Maar doet hij in alles geheim en stilte, zeg maar. Omdat ik wel attent was. Dus daar mocht ik nog wel komen, zeg maar. Maar de meesten zijn hier dus niet welkom, helaas. En ik snap het. Hey, Justin. Yo. Oké, in ieder geval, Justin Bieber is er ook. Dit is Justin Bieber, toch? Ja, mensen zullen kunnen zien, dit is Justin Bieber. En waar liggen we dan? Drake, Travis Scott. Oh, nee. Ik mis ze nu al, man. Even serieus. Oké, dit vind ik wel heel heftig wat hier allemaal gebeurd is. En, wat? Nee. Are you kidding me? Jeff, hè? Jij. Stop. Niet doen. Hè? Huh? Wat dacht je dan? Jeff. Oh, my god. Dit meen je niet. Blijf liggen, jij. Hey. Niet doen, hè? Zo, wegwezen, ja, vriend. Oh, jij bent echt een rotzak. Alle bekendheden vermoorden hier. Je hebt er al 3 te pakken, vriend. Dat kan toch niet? Zo. Daar lig je dan, Jeff. Eigen schuld, dikke bult. Er niks meer te maken hebben. En hopelijk kun je leven gewoon lekker opeten. Mensen, bedankt voor kijken naar deze video. We hebben in ieder geval Jeff the Killer te pakken. Eindelijk. Like deze video. Abonneer het belletje aan. Kunnen wij voor de 500 likes gaan. Het zou amazing zijn als dat lukt. Zie ik je later tot bij een nieuwe video. Adios.